Hey YouTube-kijkers, welkom bij het kijken. Deze keer gaan we nog een keer survivalen. Dat is episode 2. En ik ben al een beetje gaan minen. Ik heb al een beetje dit. En ik heb nog een beetje zitten zoeken. Een beetje kijken. En deze keer gaan we achter een paard aan. Ik wil... Ik wil heel graag een paard. Dan hoef ik tenminste niet te lopen. Oké. Oh shit. Nee, niet jij. Oh nee. Slapen. Oh my god. Ik werd bijna opgeblazen door een creeper. Oh freaking god. Ik heb het geluk. Zullen we de pleiten? Oh shit. Ik ben bang voor de creeper. Shit. Oh yeah. Oh. Nu weet ik waar die zombie villages van. Shima. Die boots. Oh, ik heb een nieuwe schoen. En ik heb een nieuw skin. Kijk maar. Kijk. Yeah, ik heb eindelijk mijn skin veranderd. Haha. Ik dacht, weet je, het is tijd. What the fuck is dat in vredesnaam? Shit, dat was niet de bedoeling om in de fik te staan. Oh shit. Oh my god. Oh, wat wilde ik ook jullie laten zien? Even naar kijken. Op de Facebook. Volgens mij ga ik zo moeten te beuren zijn. Daar ben ik bang mee. Nou, dan verliet ik gewoon een keer de cookie. Ik bedoel, de aardappel. Ik zeg, zo graag cookie. Als jullie weten hoe je cookie craft, zeg dat op de description below. En nu even lekker kort survivalen, jongen. Wanneer is het muziek afgelopen? Ik heb ongeluk muziek opgezet en ik moet nu wachten tot het afgelopen is. Zo. Nou, dit is een village. Ah, jongens. Allemaal sky. Oké, alles. Als kids. Was de bananen? Oh. Alles goed? Zie je een nieuwe paar boots? Kids mee. Oké, what's up nog even met jou? Ik wil een lekker veilig wietplantage. Want niemand nog wiet kan stelen. Ik kan zeggen, na, ik heb wiet, jij lekker niet. Nu moet ik nog een huis beginnen. En ik vind het, what the fuck? Ik vind het leuk dat het blauw is. Ik vind het gewoon zo leuk. Ben dan die rode, ik vind het een beetje zacht van die rode. Dus ik dacht, lava, springen! Nou, gemist! Yo, ik heb het gemist! Yo, even wachten, ik wil kijken hoe ik het. Welkom terug. Ik ben nog steeds, wacht even. Hoor. Ik zit te genieten van de heerlijke drijven. Wat ik gekregen heb van mijn moeder. Heel hard van haar. Maar ik kom wel nog terug. Ik zou zweren dat ik. Oh, ze hebben nog niet meer geleden.
is 12 mis. Oké, wat vandaag de bedoeling is dat we gaan survivalen. Nou ja, tuurlijk, dat is de bedoeling. Maar, oh shit. Dat is niet helemaal de bedoeling. De bedoeling is, we gaan naar de cave op zoek naar een beetje iron. Zodat ik mooi iron armor kan hebben. Oké, wacht met die paard houden we een andere keer wel. Ik neem deze mee. Op zak. Ik heb een crafting table op zak. En ik hoop dat we een mooi caveje vinden. Waar we kunnen waar we kunnen mijnen. Is gewoon mijn asterbed. Ik zou zweren dat ik hier ergens dichtbij een keer zag. Ah nee, niet jij weer. Volgens mij stond die hier ergens of zo. Nou, deze bedoel ik niet. En ik stop te kijken. Waar zou ik heen gaan met mijn lieve spijvel? Ja. Ik was een beetje noob. Jongen, moet hem zo. Kan ik even gaan. Zo, want ik wil mijn stenen pikken, is niet kapot. Oh, hi, nog meer aan. Oh, fuck yeah. Nog meer. Yeah. Kijk, dat noem ik echt geluk. Dat noem ik geluk. Ja. Oh yeah. Hey, what the fuck. Hey, what the fuck. Hallo. Zo. What yo. Spinnen aardig in de cave? Daar ben ik eigenlijk benieuwd naar. Of spinnen aardig zijn in de cave. Want buiten cave zijn en in de ochtend zegt ze van Eswa, kom je hier weer langs? Maar ik ben benieuwd hoe ze reageren in de cave. Gaan ze dan mijn kop eraf bijten of laat ze maar komen naar geel? Want ik ben hem. Oh, oh, ik heb bijna genoeg van een hele armor. Maar ik vind die armor niet zo belangrijk. Want nu moet ik eventueel spawnen. Shit. Ik hoor dat gelijk echt steeds erbij komen. Alsof hij weet waar ik ben. Ik hoop van harte van nu, jongen. Snap. Man. What the fuck? Wat een rare shit is dit? Oh, cool, lava. Nee, ik ben niet zo ver van lava. Oh, pik. Genig. Oh, oh, ja, sinds dat ik ook heel lekker blijf. Nee. Shit. Yeah. Oh my god, ik heb zo fucking geluk. Jochie!
Doe normaal. Jemig. Nog een heel veel. La la la. Ik vind het best gezegd dat jullie met mij mijnen. Heerlijk. Dus dan zit ik hier alleen te mijnen. Mijn broer zit meestal dan achter zijn laptopje. Mijn zus. Dat weet ik eigenlijk bijna nooit. Want zij zit altijd boven met haar mobiel of zoiets. En wanneer ik ga slapen, is zij er nooit. Dus ja. Mij is hier niks te bekennen. Maar wel lekker cool. Ik heb ik heb het hier gewoon zien. Ik heb 38. Ik werd bijna gehakt gemaakt dat die zo mee. Oh, dan kom maar. Ho. Ah, mama, tuchie. Mama, help. Oké, jongens, nu ben ik even bang, dus tot de volgende keer.